Is 2 punten genoeg voor het opstellen van een formule? Reken maar van wel. Ik weet het punt P 2,5 en het punt Q 5,14. De opdracht is om een formule op te stellen voor de lijn die door die twee punten gaat. Ik doe eerst twee dingen. Ik maak een schets van de situatie, dus een assenstelsel met daarin twee punten en het lijnstuk door die twee punten. Het is een schets, dus het hoeft niet heel precies te zijn. Ook schrijf ik de standaardformule I is AX plus B op. Om de standaardformule in te kunnen vullen, heb ik het hellingsgetal nodig en het startgetal. Met behulp van de informatie die ik al heb, kan ik het hellingsgetal uitrekenen. Het hellingsgetal vertelt je namelijk hoeveel I toeneemt als X met 1 toeneemt. Bij coördinaten is het eerste getal het X-coördinaat en het tweede getal het Y-coördinaat. Als ik het verschil van de tweede coördinaat neem, 14 min 5 is 9, weet je hoeveel je omhoog gegaan bent. Het verschil van het eerste coördinaat, 5 min 2 is 3, vertelt je hoeveel je opzij bent gegaan. Nu kan je het hellingsgetal uitrekenen door hoeveel je omhoog bent gegaan, 9, te delen door hoeveel je opzij bent gegaan, 3. En 9 gedeeld door 3 is 3. Dat vul ik in op de plek van de A in de standaardformule. Nu moet ik nog het startgetal vinden. Daarvoor kies ik één van de twee punten en vul de coördinaten in de formule. In dit geval kies ik 2, 5. De 2 vul ik in op de plek van de x, want dat is het x-coördinaat. En de 5 op de plek van de y, want dat is de y-coördinaat. Nu krijg ik een vergelijking die ik kan oplossen. Namelijk 5 is 3 keer 2 plus b. Dat wordt 5 is 6 plus b. En dan moet b dus wel min 1 zijn. Dus nu kan ik de formule opstellen. Y is 3 keer x min 1. Het stappenplan nog eens op een rijtje. 1. Schets maken en de standaardformule opschrijven. 2. Hellingsgetal uitrekenen door verschil van tweede coördinaat te delen door het verschil van het eerste coördinaat en dat invullen in de standaardformule. 3. De coördinaten van één van de punten invullen en dan het startgetal berekenen. 4. Schrijf de hele formule op. Nog een voorbeeld. Een formule voor de lijn door de punten A min 2,6 en B 5,48. Een schets van de situatie en de standaardformule opschrijven, I is AX plus B. Het hellingsgetal uitrekenen, 48 min 6 is 42 en 5 min min 2 is 7. 42 delen door 7 geven me het hellingsgetal van 6 en dat vul ik in de standaardformule. Vervolgens de coördinaten van 1 punt invullen en dat geeft me 48 is 6 keer 5 plus B. 48 is dus 30 plus B en B is dan 18. Mijn startgetal 18 vul ik dus in de standaardformule en dat geeft me de formule I is 6x plus 18. Twee punten geven je dus alle informatie die je nodig hebt om een lineaire formule op te kunnen stellen. En als je de stappen zorgvuldig volgt, kom je er eigenlijk altijd wel uit. Fijn dat je deze uitleg weer hebt meegedaan. We hopen dat je volgende Wiskundewereld-video's ook wilt kijken. Klik dan op abonneer en vergeet het belletje niet. Graag! Tot de volgende keer.